Ja. En misschien kunnen we nu even iets over Hoekstra gaan zeggen. Ja, zeker. Ga je gang. Wat een lamlendige streek van Rutte. Ja. Een soort van vriendjespolitiek. Nou is die Hoekstra is in alle denkbare opzichten de meest mislukte politicus van Nederland van de afgelopen 10 jaar. En dan maak je die geef je dus een ijzersterke post in Brussel. Ik vind het eigenlijk dat ook zomaar. We gingen er serieus over nadenken, zei Rutte. Nou, daar is serieus over nagedacht, zeg. En dan de tijd er ook voor, zei hij. Ja, daar hadden we ook alle tijd voor. Nou, daar hebben we het gemerkt. En een sterker staaltje van lullige vriendjespolitiek hebben we toch in jaren niet gezien. Ik vond het schokkend, om eerlijk de waarheid te zeggen. En zoveelste, de nieuwe bestuurscultuur. Weet je nog dat Rutte beloofde dat er een nieuwe bestuurscultuur kwam? Is toch wel weer typisch een Rutteaanse streek, toch? En wat vermoed jij dat die Hoekstra nog een keer, omdat het kabinet is geklapt, dat hij hem toch nog eventjes een fijn baantje wil gunnen? Ja, sis, pure vriendjespolitiek. Hij bedankt hem in feite voor het feit dat hij in de laatste 2 kabinetten een prominente rol heeft gespeeld. Ja, ja. Maar nogmaals, ik hou het erop dat Hoekstra de meest mislukte politicus van de laatste 10 jaar is. Hoekstra zelf zegt ook, ik ben nog kandidaat. Het is nog niet officieel. Het is wel heel eervol. En milieuorganisaties die zijn ook heel kritisch. Hè? Want die hebben gezegd... Ja, god, er komt nog een heel onderzoek. En het Europarlement moest het er nog tegenaan bemoeien. Maar dan nog, nee. Een typisch Rutteaans voorbeeld van oude politiek. Ja. Oude bestuurscultuur, laten we het even zo noemen. Juist. De directeur van Greenpeace die heeft gezegd, ik ben wit heet, want Hoekstra is een oud Shell-medewerker en heeft als minister miljarden euro steun gegeven aan de KLM. Dus het is niet iemand die echt gevoel heeft bij het onderwerp. Nee, de milieuorganisaties waren ook erg boos. Ik ben, kijk, op dat punt kan iemand zijn opvattingen bijstellen. Maar mij ging het toch om het algemene beeld. Dat je eigenlijk gewoon zonder al te diep na te denken een daad van ultieme vriendjespolitiek. Het is nou werkelijk een beetje politieke maffia, hè? Zo, hè. Ja, ben je in allerlei opzichten doodgelopen. Je zit te afvragen thuis, waar moet ik er godsnaam heen? En dan zorgt het ervoor dat je een toppositie in Brussel krijgt. Ja, en Brussel zelf twijfelt dus ook nog, hè, of die de juiste man is voor deze functie. Ja, maar daar hebben ze niet zo heel veel over te vertellen natuurlijk. Nou, hij moet op sollicitatiegesprek deze week. Want er wel heel zwaarwichtige bezwaren zijn tegen Hoekstra, willen ze hem tegen kunnen houden volgens mij. Maar ik begreep dat deze week moet hij bij Ursula op sollicitatiegesprek langs. Ja, sollicitatiegesprek, ja. Ik bedoel, als hij in zijn onderbroek bij Ursula binnenkomt, dan zal dat wel slecht zijn. Maar volgens mij is daar betrekkelijk weinig aan te doen. Gegeven het feit dat hij verder natuurlijk een serieus type is, maar... Ja, het is een beetje dat afval van de Nederlandse politiek van de afgelopen jaren. Ja, en er is ook nog een hoorzitting waar hij langs moet gaan om uit te leggen waarom hij de geschikte eurocommissaris klimaat zou zijn. Ja, maar je begrijpt toch wel, Tom. Ik bedoel, dat als ik naar die hoorzitting ga, dan kan ik ook volledig overtuigend duidelijk maken dat ik een topcommissaris zou wezen. Hmm. Ja, terwijl ik dat van mezelf eigenlijk helemaal niet denk. Nee, nee. Uiteindelijk gaat hij het ook maar een jaar doen, hè? Want dan zijn er natuurlijk alweer verkiezingen volgend jaar juni. Ja, dan is de vraag hoe het dan met die continuering van die positie zit, dat weet ik niet precies. Maar ja. Dan zit je waarschijnlijk toch wel goed voor een eventuele verlenging van een echte eerste termijn. Maar goed, dat, ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit. Ja. Ja, er zijn meer mensen die ook zeggen wat jij zegt. Bijvoorbeeld Eus, waar jij laatst nog een gesprek mee had in Groningen. Die heeft ook een column geschreven. En die zegt, ja, Wopke Hoekstra excelleerde eigenlijk nergens in. Behalve in laten zien hoe je niet een partij moet leiden. Ja, dat heeft Eus wel goed geformuleerd, ja. Nou ja, wat ik daarnet zei. Ik bedoel, het is toch de meest mislukte politicus van de afgelopen 10 jaar, toch? Ja. En over Timmermans gesproken, die is ook nu begonnen met de campagne. Van de week is die officieel gepresenteerd. Heb je daar nog iets van meegekregen? Nee, helemaal niks. Want ja, ik zit hier met vakantie, hè? Ja. Ja, ik zit eigenlijk vrij verrast te kijken naar buiten, want ik zie allemaal blauwe lucht en zo. En een beetje een zonnetje. Zo, nou ja, vanochtend met dat onweer dacht ik echt, het is klaar. Tessel zal van de kaart geveegd worden, bij wijze van.
spreken. Mm. En ik heb Timmermans helemaal niet zo gevolgd. Ik zou vooral Timmermans willen adviseren. Hou het rustig. Maak een verstandige indruk. Ga niet wild om je heen slaan. Ik denk, hij staat er goed voor. Voor zover ik dat kan zien. Zorg ervoor dat je een verantwoordelijke indruk maakt. En dan moet het in principe goed komen. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een heel verrassende. Als je nu naar die peiling kijkt, was die kwam vandaag geloof ik. Hè? Hmm. Ja, dan is toch, kijk, als je het even in peiling is, dan moet je altijd de foutmarge in bedenken. Dan moet je toch zeggen dat Omtzigt, onze nieuwe verlosser, en hoe heet die, de linkse combinatie, dat die Frank Timmermans, dat die in feite ongeveer gelijk scoren. En op dit moment de meest significante nieuwkomers in de politiek lijken te zijn.